Elke zaterdag worden de gele hesjes in Frankrijk in elkaar geslagen. Weinig mensen spreken daarover, helaas, in Nederland. Ook in Frankrijk komt het niet veel in de pers. Dat is dus erg veel onrust. Maar de manier waarop de heer Macron optreedt tegen de eigen bevolking, ja, dan zou je toch kunnen zeggen van dat strookt toch niet altijd met zogenoemde Europese waarden. Je kijkt naar Avontuur. Nou, we staan vandaag voor het partijkantoor van Forum voor Democratie. We krijgen straks een rondleiding en we gaan in gesprek met de heer Epping. Kijk met ons mee. Goedemiddag. Goedemiddag, hi. Hallo. Hi. Michiel Hogeveen, hallo. Ja. Jij bent van Forum, hè? Ja, ik ben van Forum. Ik werk hier sinds januari. Wat gaan we vandaag doen? Ik ga jullie even door pand rondleiden. Even laten zien aan de kijkers van wat hier allemaal. Wat we hier eigenlijk allemaal doen. Ja, top. Let's go. Let's go. Kom verder. Ja. Zo, dit is eigenlijk waar het allemaal begon. Hieronder gaan we straks heen. Hier is de front office en daarachter zijn vergaderruimtes. Ze zijn nu aan het vergaderen. Dus we moeten even stil zijn. Oké. Ja, dat gaan we doen. Nou, wij vinden dat de optie van uittreding altijd open moet staan. En als de Europese Unie zo doorgaat en alle macht naar Brussel trekt en zegt van wij zijn hier de baas en jullie moeten doen wat wij willen en probeert alle landen recht te zetten enzovoort. Ja, dan moet je de optie hebben om te zeggen van ja, dat willen wij niet. Maar dat willen we voorleggen aan de bevolking, want het is een dermate ingrijpende besluit dat de bevolking moet zeggen van ja, dat willen we wel of dat willen we niet. We moeten keuze hebben, daar gaat het om. Democratie is dat je kunt kiezen. Momenteel kunnen we niet kiezen, dus wordt voor je gekozen, anderen zeggen wat je moet doen. Kijk aan, hier wordt de telefoon opgenomen en hier worden ja, eigenlijk alle leden die mailtjes sturen, bellen, vragen en antwoord willen hebben, dat gebeurt allemaal hier. Ja, en dat is fulltime bewaakt eigenlijk. Krijgen jullie heel veel mail binnen en telefoontjes? Ja, heel erg veel. Heel erg veel van leden, geïnteresseerd, suggesties, dat heel veel mensen die dingen willen weten. En willen wij dat zo snel mogelijk beantwoorden. Een beetje haatreacties? Af en toe zitten er wel eens wat minder aardige reacties tussen. Ja? Maar dan probeer je dat wat te temperen in je reactie. Okay. Maar er zijn toch ook mooie dingen aan Europa? Kijk naar harmonisatie van wetgeving, kijk naar vrij verkeer van goederen, van personen. Nou ja, alles is onbelast in de EU-zone in elk geval. Hoe kijken jullie daarnaar? Nou, daarvoor heb je, kijk, als je kijkt naar de goede dingen zoals een gemeenschappelijke markt, laat ik het zo zeggen, daar heb je niet zo'n enorme bureaucratie voor nodig. En wat je op het ogenblik ziet is dat Europa zegt, we doen eigenlijk alles. We zijn voor alles bevoegd. We willen een Europese regering, Europese belastingen, Europees leger. En eigenlijk wil de EU een Europese staat worden. En dan zeggen van ja, maar je hebt al de lidstaten, de natiestaten. Daar moet eigenlijk meer macht liggen. Dus er moet eigenlijk meer macht terug naar die staten, zoals naar Nederland. En dan dat er meer macht moet naar Brussel. Hier wordt vergaderd. Dus ja. Hard gewerkt aan de toekomst van de partij. En volgens mij is het nu een vergadering van de jongere FVD wat hier nu bezig is. Allerlei activiteiten worden georganiseerd. Heel erg leuk. Veel mensen die op vrijwillige basis hier zich inzetten voor Forum. Ja, klinkt interessant. Ja, ja. En dat loopt helemaal door tot hierachter. Daar zit nog een keukentje, maar daar kunnen we nu even niet heen. Dus daar mogen we niet gaan kijken. Baudet is aan het eten. Ja, Baudet is aan het eten, ja. Er zijn heel veel critici ook naar jullie partijen toe die kijkt. Die zeggen eigenlijk van ja, jullie gaan er eigenlijk ook gewoon zitten en ook geld verdienen. En wat kun je nou echt doen in zo'n Europees parlement? Want je bent eigenlijk in de minderheid. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, dat is de vraag. En daar gaan deze verkiezingen om. En daarom zijn die verkiezingen zo belangrijk. Wij kunnen nu de machtsverhoudingen in het Europees parlement veranderen. Ik heb er wel eens eerder in gezeten. En dan was ik in een kleine oppositiefractie. Maar dan kon je niet zoveel doen omdat je getal was gewoon te klein. Je werd voortdurend overstemd door een coalitie van Christen-Democraten, Socialisten, Liberalen en Groenen. Dat was eigenlijk het establishment. Maar nu zie je in alle landen heel veel partijen opkomen die eurokritisch zijn, zoals wij. En we kunnen dan fracties gaan vormen, samenwerken. En dan kunnen we wellicht stemmingen ook winnen. Dingen tegenhouden, aan de noodrem gaan hangen. En ervoor zorgen dat bepaalde bevoegdheden weer teruggaan naar de lidstaten. Nou, dat is eigenlijk wat we willen doen. Daarom is het ook nuttig. Want een parlement zonder oppositie is geen parlement. En wij willen die oppositie zijn. De laatste ruimte in dit pand dat we voor het laatst hebben opgekocht, of in ieder geval hebben overgenomen. Dat is de studio en daar breng ik jullie nu even heen. Ja. Ziet er chic uit.
Ja, het is echt een grachtengordel, hè? Ja. Wat zit er achter deze deur? Ja, dit is de studio. En hier willen we eigenlijk meer gaan doen met media. Dus ik kan het wel even laten zien. Hier willen we eigenlijk talkshows gaan opnemen, podcasts, filmpjes maken. Ik kan jullie ook nog het nieuwe laten zien. Is dat we ook een heel greenscreen hebben geïnstalleerd. Klaar voor hele grote bioscoopfilms? Nou ja, kijk, hier willen we dan dus eigenlijk een soort podcast gaan opnemen of een talkshow om ook wat we zien, dat er natuurlijk vanuit de NPO vaak, nou jullie kennen dat vanuit Up Network ook wel, dat jullie een alternatief geluid laten horen. Wij willen dat ook zelf gaan doen. Dus we willen zelf aan onze stemmers gaan laten weten van nou, waar staan wij voor, wat zijn onze punten, wat speelt er in de maatschappij? En daar willen we dan zoveel mogelijk onze leden, stemmers over informeren. In hoeverre is jullie stem of stemgeluid anders in de EU straks, in het Europees Parlement, dan andere rechtse partijen, zoals die van Wilders of de VVD, waar u ook zelf vandaan komt? Nou, wij zijn in ieder geval kritischer dan de VVD. De VVD zit in een fractie met D66, wordt geleid door de heer Verhofstadt, die nu ziek is, maar ik wens hem een spoedig herstel. En ook in de fractie van president Macron. Nou, zien we dus dat de heer Macron, elke zaterdag worden de gele hesjes in Frankrijk in elkaar geslagen. Weinig mensen spreken daarover helaas in Nederland. Ook in Frankrijk komt het niet veel in de pers. Dat is dus erg veel onrust. Maar de manier waarop de heer Macron optreedt tegen de eigen bevolking, ja, dan zou je toch kunnen zeggen van dat strookt toch niet altijd met zogenoemde Europese waarden. De Europese Unie is erg kritisch over Polen en Hongarije. Nou, die slaan niemand in elkaar. In Frankrijk worden mensen in elkaar geslagen, maar de EU zwijgt daarover. Niemand spreekt daarover. Ook niet de VVD en zeker niet D66. Dus die partijen gaan eigenlijk helemaal mee met datgene wat er gebeurt. En wij zijn oppositie en verzamelen andere partijen die dat willen doen. En zo kunnen wij een vuist maken en we kunnen met die vuist op de tafel slaan. Nog even over de reuring binnen de partij die enige weken geleden plaatsvond. Hoe gaat het nu in de partij? Dit is waar het begonnen is. Hier werd vergaderd, er werden lezingen georganiseerd. Tot slot nog even heel iets anders. Hè? Heeft u het filmpje van de SP gezien over de heer Brusselmans? Wat verwacht je een beetje van de verkiezingen straks? Hoe gaan jullie eindigen met de polls?